Vandaag hebben we de opening van Suriname Fashion Week 2015, dat we voor de derde keer organiseren. En dan tonen we aan het Surinaamse publiek zo'n doorsnede van de designs die we dit jaar hebben. Wat Suriname Fashion Week doet, is dat we een internationaal publiek naar Suriname halen. We hadden eerst gedacht, we proberen met designers in de regio. Maar we merken deze Fashion Week dat vrijwillig een designer uit Italië haar kleren heeft opgestuurd. We hebben een gastdesigner uit Engeland, Marico Verrier. We hebben Nancy Adema uit Nederland. En vorig jaar hadden we ook al een designer uit Nederland. Dus we kunnen al zeggen in ons derde jaar dat we verder gaan dan het Caribisch gebied zoals het onze bedoeling was. Wat voor ons een fijne schouderklop is, is dat niet zoals de eerste twee jaren dat jij achter designers aan moet zitten, maar dat designers zich aanmelden en dat je opmerking krijgt als mijn manager heeft gezegd, je moet als jonge designer deelnemen aan Suriname Fashion Week. Het staat mooi op je portfolio en dat doet ons goed. Hoeveel designers doen er mee en hoeveel daarvan zijn Surinamers? We hebben 18 designers die meedoen aan Suriname Fashion Week 2015. En 7 daarvan zijn Surinamers. Surinaamse designers, waaronder Remco een speciale is. Dat is een Nederlander die hier woont, al 2,5 jaar. En hij noemt zich een Surinaamse designer. En dat is fijn. We hebben vandaag een voorproefje gegeven, we hebben het publiek getriggerd. Het was een selecte groep. We hebben de show gegeven aan zij die de zaak gesponsord hebben. Want zonder sponsors is er geen Suriname Fashion Week. Het publiek is van harte welkom op 28 augustus te Bergendaal. En zaterdag 29 augustus in de lobby van Krasnapolski. Wat mogen ze verwachten van die twee publieke shows? Oké, op de show van 28 augustus gaat het meer over de Caribbean weer, resort weer. Vandaar dat we Bergendaal hebben gekozen. Er waren een paar designers die dat hebben laten zien vandaag, van Sint Lucia vooral en Guyana. En op de zaterdag hebben we de extravaganza show. Dat gaan we extravagant doen. Dat gaan we positief gek doen met haar, met make-up en de kleding. Niet noodzakelijk draagbaar, maar dan toch weer wel. Dus echt kunst in kledingvorm tezamen met haar en make-up. I hope you enjoy the preview because we are teasing you to let you see what you can expect the 28th of August at Bergendaal and the 29th at Krasnopolski Lobby.